De geschiedenis van ons bedrijf begint niet 50 jaar terug, maar exact een eeuw. De heren Blankenvoort, de Groot Kales en Versteeg richtten in 1903 kalkzandsteenfabriek Loevestein op. Een belangrijke grondstof, zand, kon voor de deur op de Waal worden gewonnen. Dat de overheid voor het uitdiepen van de rivier een dubbeltje per ton zand gaf, was mooi meegenomen. Loevestein kwam op het terrein van de voormalige glasfabriek van de familie Viruly. Voor de oorlog kwam een eerste samenwerkingsverband binnen 6 kalksteenfabrieken tot stand. Ook werd het verkoopkantoor voor kalkzandsteen opgericht. De heer De Groot, oprichter en directeur van Loevestein, was initiator. Hij was een voortvarend ondernemer met ambitieuze doelstellingen. In 1945 droeg hij het beheer van Loevestein over aan zijn schoonzoon, de heer Albert Koers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de fabriek stil. Na de oorlog profiteerde de bouw, en dus ook Loevestein, van de wederopbouw van Nederland. Koers was al een even ambitieus ondernemer als zijn schoonvader. Toen hij van gasbeton hoorde, een in Zweden uitgevonden en succesvol bouwproduct, wilde hij in Nederland als eerste met de productie starten. Dit gebeurde onder de naam LIBO, Nederlands-Belgische Maatschappij van Lichte Bouwproducten. 3 jaar na de start werd het Durox-patent overgenomen. Durox was geboren in Nederland. Durox-oprichter Albert Koers vertelt waarom Loevestein met gasbeton startte. Begin 50er jaren was de kalkzandsteenfabriek eigenlijk zover klaar dat ze dus behoorlijk kon functioneren. Mijn ideeën lagen niet om steeds hetzelfde te doen. Ik zocht dus naar een nieuw soort product wat in hetzelfde lijn geproduceerd zou kunnen worden in de fabriek in Vuren. En dat is eigenlijk het begin van het idee LIBO geweest, wat heet lichte bouwproducten. Het was een aansluiting met bestaande ketels, bestaande stookinstallaties. En we hebben toen gezocht naar iemand die iets vanaf wist. En dat was een oude kalkzandfabriek in Kokzijde in België. Daar komt eigenlijk het proces van LIBO vandaan. In 1955... was LIBO goed ingevoerd al in Nederland, maar had tal van gebreken. We werden toen benaderd door de Zweedse fabriek, die zocht naar partners in Europa. Had al een fabriek in Frankrijk. Wij zijn toen naar Zweden gegaan, samen met de partner van LIBO. Die komt daar ook weer in beeld. Dat was de heer De Kort van de Eerste Gooise. Die samen met mij zijn de zaken gaan bekijken. En we zagen inderdaad dat deze mensen veel en veel verder waren. En ook gewapend materiaal produceerden waar wij nog helemaal niet aan dachten. Dat is eigenlijk het begin geweest van de combinatie van de contracten die met Durox in Zweden gesloten zijn. En dat is ongeveer het verhaal van 1955, zo het begin is. En zoals Durox eigenlijk na ombouw, als ik het zo mag stellen, en grote ingrepen in de fabriek, de eerste Durox-producten op de markt brachten. Het bestaande technisch Durox-procedé was onvolkomen. Voor het snijden werd naar alternatieve oplossingen gezocht. Na vele inspanningen kwam een universele snijmachine die de bestaande patenten omzeilde en in Vuren in bedrijf werd gesteld. Het patent op de snijmachine werd 10 jaar later ondergebracht in Calcilox, een speciaal daartoe opgerichte Luxemburgse BV. Dit bedrijf was een succes. In de loop der jaren zijn 10 tot 15 gepatenteerde licenties verkocht aan bedrijven over de hele wereld. Waaronder Japan, Polen, Engeland, Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland. Na een moeizame start, zowel in de verkoop, productie als verwerking, werd de capaciteit van de fabriek in Vuren langzamerhand te klein. In 1965 werd daarom gestart met de bouw van de fabriek in Meppel, die in 1966 in gebruik werd genomen. Bij de locatiekeuze speelde vooral de geplande industrialisatie van het noorden een rol. Evenals de bereikbaarheid van de Randstad via de nieuwe polders. Intussen had ook de Rheinisch-Westfälische Kalkwerken, kortweg RWK, een belang in de Loevesteingroep, de moeder van Durox, genomen. In 1971 volgde de start van de fabriek in Übach over Worms, het huidige Landgraaf. De locatie werd mede ingegeven door de exportmogelijkheden naar het Ruhrgebied, België en Noord-Frankrijk. Bovendien werd gebruik gemaakt van de financiële faciliteiten die de overheid bood voor het in dienst nemen van voormalig personeel van de gesloten staatsmijnen, tegenwoordig DSM. De groei van Durox ging door.
Zo was er een recordafzet van bijna 250.000 kubieke meter in 1970. Na de start van de fabriek in Übach, op dat moment de grootste en modernste gasbetonfabriek van West-Europa, werd daar de gehele productie van gewapend materiaal volledig ondergebracht, wat ten koste ging van arbeidsplaatsen in Vuren en Meppel. Intussen had RWK een van de grootste zand- en grindhandelaren van Frankrijk gekocht. Zo hadden beide aandeelhouders hun redenen in het Franse Montreux een Duroxfabriek te beginnen. Itong viert haar 50-jarig bestaan, maar het bedrijf, toen nog Durox, startte in 1968 met het in onderaanneming monteren van de eigen producten. Dit betekent dat er inmiddels een 35-jarige bouwafdeling is. De bouwafdeling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Durox en Itong, zegt voormalig directeur verkoop en marketing Jan Hulzer. Het was op een, kan ik me nog goed herinneren, zelfs nu nog, op een goede vrijdag, 12 april 1968, dat ik als jonge nieuwe verkoopleider achter de telefoon zat en in een week tijd 12 telefoontjes had ontvangen van de markt met de eis om de werken van onze eigen onderaannemers over te nemen of van het werk te verdwijnen. Men had geen vertrouwen. De wanden stonden hol, die stonden bol, die stonden los, die waren niet goed afgewerkt. Kortom, er waren veel problemen. En wat te doen? We hadden eigenlijk geen keus. We moesten. Wat deden we? We overlegden, we praten erover. En eenvoudig namen we eigenlijk de opdracht van de markt. We stelden een ploegje samen en 4 dagen later begonnen we op een werk onze eigen materialen te verwerken. In dit geval dus niet alleen meer de gewapende platen, maar ook de blokken. En op dat moment beseften we eigenlijk niet dat onze bouwafdeling, de bouwafdeling van vandaag, was geboren. Door de oliecrisis steeg het water Durox tot aan de lippen. De export naar Duitsland werd gehalveerd en toen ook de afzet in Engeland en Denemarken verdween, ontstond een gat van 100.000 op een totaal van 450.000 kubieke meter van de 3 Nederlandse fabrieken. De dagelijkse leiding van Durox werd in handen gegeven van verkoopleider Jan Hulzer, bedrijfsleider Simon Venema en later, na het afscheid van Albert Koers, ook Manfred Hammerman. Oud-technisch directeur Venema blikt terug op de crisisperiode, een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Durox. Jazeker, de landgraaf is een probleem op zich natuurlijk. De landgraaf werd ontwikkeld in een tijd dat de afzet grandioos was. We konden niet bijdraaien, nog in Vuren, nog in Meppel. Maar toen Landgraaf één keer van start ging, en toen was het zo rond 1974, toen kwam de oliecrisis. Ja, en toen hadden we een overschot aan productiecapaciteit en moesten we gaan rationaliseren. Die rationalisatie heeft nogal wat moeite gekost, want gebruikelijk is het dan zo, de fabriek waar alles om draaide, dat was de fabriek in Vuren, die moest het grootste offer brengen. En in Vuren zijn dus in die tijd 113 mensen eigenlijk afgegloeid. En die 113 mensen, dat was een groot gedeelte van de bevolking in Vuren. En daar had je toch wel wat problemen mee. Het was zelfs zo erg dat de KRO die kwam opnames maken en dat programma heette Dan liever de lucht in. Ja, Dan liever de lucht in, dat is ook een titel die ons nou niet specifiek op weg heeft geholpen om de zaak weer opnieuw op te starten. Maar ja, het was nog een keer zo. Er lopen hier oude mensen bij. Die hebben het bedrijf helemaal mee opgebouwd, het duurhoofdbedrijf. Nou, die nou thuis komen lopen. Dat vind ik toch wel een beetje zonde. Wordt er gewoon in het ongewisse gelaten, hè, wat het is eigenlijk. In zekere zin als een catastrofe, dus niet alleen voor ons bedrijf, maar gewoon voor de streken naar speciaal Vuren. Deze omgeving ben je helemaal groot gebracht. Nou, waar moet je heen? Hè? De Durox wel, de Loewestein in de Durox, dat is in 2 aparte fabrieken, dat is zwart-wit. Of dat is de Kalexaanse fabriek, maar die Durox die wordt helemaal weg. Omgeschoold eigenlijk.
Dus u bent de tijd weggegaan? Nee, ik ben niet de tijd weggegaan. Dat is zo, daar hebben we sociale plannen. En het sociale plan is echt wel goed voor de arbeiders. Dat weten we nog niet. Nog niet? Weer 105 uit. Dat, we weten wie dat zijn. 17 december en 19 december moeten we weer vergaderen. Ja. Met de directie. Of wie is de gouden hem, daar werk ik. Ik bedoel, ik zit hier nu een jaar of 15. Je zit hier goed naar je zin. Ik bedoel, in de metaal is wel werk. Maar ja, iedereen die wil niet in de metaal zitten. Je krijgt ook gelijk een klap in je lente. Ja. En die zaak is dus afgerond. We hadden overigens een zeer goed sociaal plan. Een plan wat op dit moment denk ik niet meer van start zou kunnen komen. Omdat in principe alle mensen van 57 en een half jaar en ouder, die werden afgevloeid en die werden dus doorbetaald tot hun pensionering met 65. Ja, dat soort sociale plannen kun je tegenwoordig niet eens permitteren. Dus dat zaakje is voor die tijd, zeer goed opgevangen. Maar het was toch een klap in vuren die zeker nog in het dorp en ook voor de mensen die nog in de fabriek werken, nog voelbaar is hoor. Iedereen herinnert zich nog die periode. Na deze woelige periode kwam Durox in rustiger vaarwater. Wel kwam er een nieuwe eigenaar. Het Engelse Readymix nam RWK en haar werkmaatschappijen over, inclusief Durox. De verkoop en productie werden na de crisis weer voortvarend opgepakt. Het 25-jarig bestaan in 1978 was een belangrijke mijlpaal, waarbij Durox flink uitpakte en met nieuwe slogans op de markt kwam. Energiebesparing was nu het toverwoord. En daar kon het goed isolerende gasbeton een belangrijke bijdrage toe leveren. Een ander mooi voorbeeld is de beurs Binnenhuis in Ahoy in februari 1981. Een compleet huis was in 5 dagen tijd neergezet, afgewerkt en direct daarna volledig ingericht. Zodat het enige dagen later door prinses Margriet kon worden geopend als start zijn voor de beurs. Ook de doorbraak van panelen heeft enorm bijgedragen aan het succes van Durox en Iton. Bij een bezoek aan Henriksen en Henriksen in Denemarken werden enkele medewerkers geattendeerd op de productie van zogenaamde verdiepingshoge panelen. Die werden daar als proef geproduceerd en het idee sprak zeer aan. Durox is toen ook in Nederland proeven gaan nemen. Aanvankelijk waren de panelen niet zo'n succes, maar de huidige afzet bewijst het tegendeel. In Meppel draait een nagenoeg geheel geautomatiseerde productielijn. In 1988 werd de Iton-fabriek in Brugt bij Antwerpen ingelijfd. 2 jaar later nam Readymix geheel Iton over, de grootste concurrent van Durox. Het voeren van 2 merknamen op de internationale markt kon een probleem vormen. Dat werd opgelost door de samenvoeging van de 2 ondernemingen en de keuze om verder te gaan onder Iton Cellenbeton. De directie was in 1991 inmiddels gewijzigd. Zo volgde Rob Hogenkamp Hulser op als directeur verkoop en marketing. Rob Korver, financieel directeur, en Simon Venema, technisch directeur, bleven aan het roer. Hogenkamp werd benoemd als coördinator van de verkoop in West-Europa en werd opgevolgd door Ed van den Eikel. Venema maakte in 2000 gebruik van de FUT-regeling en werd opgevolgd door Bert Schreuder. Readymix verkocht Iton in 2002 aan Haniel. De activiteiten gaan vanaf eind 2003 verder als Xella. Haniel is onder meer actief als producent van kalkzandsteen en mede-eigenaar van het centraal verkoopkantoor Kalkzandsteen. Het concern had reeds een jaar eerder Siporex en Hebel overgenomen. Dit betekent dat de oorspronkelijke patenten voor de productie van gasbeton na 50 jaar in 1 onderneming zijn ondergebracht. Daarmee is de cirkel rond.